Nou, we lopen ergens waar ik het niet weet. En mijn mannetje ook niet. Maar oké, okay, maakt niet uit. Geeft niet. Maar ik zie nou toch al een mooi huisje. Wauw. Ik wil hier al wel wonen. Ja. Lekker rustig. Eigen oprijlaan. Met een eigen oprijlaan. Nummeroosje 41. Afrijlaan ook nog. Met een mini. Ja, dan moet je daar ook maar niet gaan staan. Met gelijk een mini-biep. Ja. Ik heb haar ook lekker bij mee. En dat is ook een mooi herenhuis hoor trouwens, ja. En wij gaan weer verder. Hi. Hoe is dit? Lekker, en met jou? Post aan het bewaken. Ja, zo kan je het wel noemen, ja. Dit stukje nog eventjes. Hè? Dit stukje nog eventjes. Welke? Een stukje daar. Stukje daar naartoe? Ja, dan weer terug. En dan die kant op. Nou, we zijn bijna klaar en ik ben behoorlijk moe, maar oké, komt ook wel weer goed. Zodra we thuis zijn, dan ga ik even eten, dan ga ik lekker naar bed. En dan, straks weer om 4:30 uit en dan komt mijn mannetje alweer aanlopen. Kijk, ik heb de hele weg mooi meegelopen. De meelopen. En de meelopen nog wel. Ja, jij bent toch de meelopen of niet? Is het zo? Ja, jij bent de meelopen. Oh? Dacht het zo. Is het zo? Ja, jij bent de meelopen. Dat oh. Ik. Oh? Want? Ik sta achter je staan. Ik sta volledig achter je. Ik hou van jou. Ik van de kip. Goed toch? Ik hou van jou. Ik van de kip. Is niet kip leuk, hè? Ja. Hou jij niet van kip? Nee. Kippenkapje, kijk je op. Grapjes. Zo sta ik mijn loopboek aan doen. Is dat goed? Nee. Ook niet goed? Nee. Grapje ook dan? Nee. Allemaal niet? Nee. Gewoon jezelf wezen. Normaal. Ja, normaal. Ik ben normaal. Dat is mijn normaal leven. Nee. Altijd weer, hè. Moeten we daar nou mee? En wat moet ik met jou? Ja, dat weet ik niet. En gaan we uit elkaar dan? Je ging toch scheiden? Ja, precies. Oh ja, dacht ik even. Dus zij gaat scheiden en ik niet. Ik ben al aan het scheiden. Afval scheiden bedoel ik. Ja, precies. Dus. Ja, en wij gaan weer verder. Is goed. Ik heb een hond in de bak. Nee, en ik kan even nou niet rijden, maar oké. Ik heb een hele grote hond in de bak. Ja. Ik ben aan het filmen. En 30 kilo voorop. Hoe doe ik dat? Ja. Ik heb gewoon een hond in de bak. Want het is back en back af. 5 uur aan het lopen en dan nog eerst de heenweg rennen. En dan bijna weer thuis en toch nu in de bak. Ja, hoe doe ik dat? Kijk eens. Hey. Ja hoor, heerlijk. Een meisje in de bak. Ik ben lekker aan het fietsen. Kijk eens. Ben je net lekker naar huis? Ja hé. Ze zegt back off. Hoe bedoel je, ik krijg een hond in de bak? Ja hoor. Hondenbak. Ja. Ja. Hé wijfie, lekker hè? In de bak. Hé, kijk eens. Wijfie, kijk. Nee, geen zin in. Ik moet in de bak en dat wil ik niet. Nee, maar ik wel. Kijk eens. Ja. Dat is mooi toch? Nou, postdorp, we zitten weer op. Dus dat scheelt weer. We hebben 2 pakketjes nabezorgd. En ze waren weer thuis. En Karin is er ook. Hi Karin, hoe is het? Hi allemaal, goed. Ik zag dat je iets speciaals vervoerd had in je voorbak. Ja, en die komt ook in de vlog vanzelf. Deze vlog, oké. Okay, dat is mijn meisje in de bak, in de voorbak. Oké. Okay. Ja, precies. Okay. Ik had nog wat voor je meegenomen, maar dat zie je straks wel. Oh, top. Misschien vind je het lekker, zie je niet. We gaan wel zien. De special van vandaag. Deze special. Deze special. Waarom is dat allemaal weer gevuurd? Weet je niet. Gaat er gewoon lekker uit te kijken. De hele tijd meegelopen met hond. En mijn karretje met post.
bewaakt, dat ik aan het postbezorger was. En die van me. Nou, dat is lekker straks wel. Dus, en maar want. Even kijken of wat te proeven is. En zo, ja, er is kaas te proeven. Jammer. Nou, zo, ik ga even gezond doen en sportief doen. Ben ik helemaal niet sportief, maar oké, maakt niet uit. Vind ik leuk. Dit vind ik leuk of het beste. Deze best vind ik leuk. Waarom ben ik dit? Vind ik wel leuk. Ik heb weinig lucht over, maar oké, maakt niet uit. Dan wachten we al eventjes. Meenemen. De AZ jongen, ga je mee? Ja, bellen. Ja, jullie gaan gewoon mee. Hoi. Zo. Ja. We gaan gewoon even de action in. Even kijken of ze het hebben wat ik moet hebben. Voorzelf. En ik loop eventjes om. Vind ik ook wel grappig. Toch niet dan. Ik moet gewoon niet zeggen wat ik moet hebben, dus dan ga ik even gelijk op af. Of ik vind het wel leuker. Ja. Nou, de action jacht dus niet wat ik moet hebben. Dan gaan we naar beneden. Ja, even kijken of de winkel het heeft in onze blokken. Dus gaan we eerst naar de blokken. Ja. Dus daar neem ik hem weer gewoon lekker in mee. Hartstikke idee, vind ik leuk. Ja, ik vond het leuk. Tegenwoordig. Ja. Alleen ik heb niet zo heel veel te vertellen, dus hieronder komt zo meteen wel lekker muziek of zo. Ja, grappig. Ik heb een beetje wat meer en bewerken met en met muziek. Shoppen. Ja. Shoppen. Ja. Slaat nergens op met wat ik allemaal doe, maar oké. We zijn erbij. Kleintjes, dus ook dat nog. Ja, blijf lekker bezig hier. Even kijken. Waar de prullenbakken? Hé, lig jij lekker? Ja, jij wel. Grappig, vind ik leuk. Waarom niet? Kijk, hier hebben ze wel prullenbakken. Eens even kijken. Eentje is 14 en eentje is 15 euro. Dan moet ik even kijken welke ik moet hebben. Welke het beste is. Ik ga niet eentje van 50 euro betalen. Dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. Die is 50 liter. Deze is ook. Even kijken hoeveel liter is die dan. Die is ook 15 liter. Wat is daar het verschil van dan? Wou je hem niet scherp stellen, ook zoiets. Ik wil hem niet scherp stellen, waarom niet jongens, kom. Als ik zeg scherp stellen, dan is dat scherp stellen. Nee, hij wil hem niet, sorry. Nee. Nou, dan ga ik al even vragen wat het verschil is. Ja. Zoals, ik ben dus genoeg geslaagd. Drie afvalbakken, eentje van 50 liter en twee van 25. En dat voor, 33 euro en 97 cent, dus zeg maar 34 euro bij de blokken. Dus, want de Action die had het helaas niet. Nee, de Action die had het niet, want ik zocht. Jammer helaas, ben ik huis. Werd er ook nog aan mij gevraagd van of ik nog vuilnis zakken nodig had. Nee, die heb ik niet nodig. Die heb ik thuis wel. Hai. Dus, ga ik nou weer op huis aan. Mm-hmm. Dan ga ik daar eventjes papiertjes hierop pleuren.
zodat ik weet wat het is. Waar ik het afval in moet doen. Moet ik even kijken nog waar ik het neergooi. Ja. Maar? Ja hoor. Hallo lieve kijkers. Ik heb een vraagje aan jullie. Ja, en dan denken jullie van een vraagje. Ja, ik heb een vraagje aan jullie. Ik heb namelijk 3 prullenbakken gekocht. Ja, eentje van 50 liter en 2 van 25. Wat jullie al eerder hebben gezien in mijn andere video's voor deze video. Ja, maar dan heb ik een vraagje. Nou, jullie hebben dus mijn prullenbak al gezien. Maar mijn vraag is dus, waar, het is een beetje donker, waar moet ik die neerzetten? Ja, 1 optie. In deze kamer. En dan net als wat jullie nu zien, want dit schiet gewoon niet op. Hier, dit schiet gewoon niet op, dit niet. Daarom heb ik dus die prullenbak ook gekocht. Of laat ik het nog een andere dingetje zien. Waar ik het ook mee kan zetten. Ja. Zo weer even donker en ik ben weer in het licht. Ja. Of waar ik het ook neer kan zetten. Ja, dat is op mijn voorbalkon. Maar waar ik dan rekening mee moet houden, dat is voor mijn hondje. Dat bij mij ook dus kan liggen. Zal ik jullie laten zien. Zal ik niet zo snel gaan draaien. Of dat ik hem hier al op de zijkant of daar. Maar daar ligt bij mij heel graag aan die kant. Dus of dat ik hem hier al neer moet zetten. Wie? Oh, wie kan mij dat vertellen? Waar ik mijn prullenbakken neer moet zetten? Kan jij dat? Zet dan even hieronder en misschien maak ik er een foto en dan ben jij ook weer blij. Toch? Goedemorgen allemaal. Nou, het is nou net 3:50 in de ochtend. Het is 4 oktober vandaag, dierendag. En mijn meisje is jarig. Ja, ook dat nog. Ja, mijn andere kleine meisje. En mijn grote meisje niet, want die is er nog steeds niet. Nee. Maar ik zit nu even een YouTube-vlog te kijken van de Happy Family. Ken jij die nog niet? Abonneer dan snel op hun kanaal en volg hun ook. Ik zal eventjes laten zien hoe hun dat allemaal doen. Ik zal het even jullie meenemen. Vind ik ook wel even gezellig. Die is wel klaar. Oké, dat staat met zo even doorgehaald. Maar dat ben ik gewoon vergeten te veel soepstop. Mag eens gewoon een ordinaire staafmixer door. Binnen een paar seconden heb je soep glad. En de soep was klaar. Ik heb alleen nog eventjes wat extra zout. En toen voelde ik het een beetje flauw. Dus ik ga nu even proeven of die nou goed is. Yes, perfect. Goedemorgen. Nou, dat is haar man dus. En ze heeft ook 2 kinderen. Kids. Die zijn ook lekker bij de hand. Ik vind het geweldig. Oh. Zo leuk. Hopla. Ik zou zeggen, ga ze lekker volgen en abonneer hun. Hè? En ook abonneer op mij. Hè? En ook niet te vergeten. Precies. Gaat lekker, hè? Wordt lekker. Zo, ik ga weer even proberen een beetje te puzzelen. Dus die daar zijn stukjes. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe en wat ik moet gaan beginnen, maar oké. Ik heb wel aardig wat gedaan. Zoals je kan zien. Maar waar ik nou moet beginnen, ik weet het niet. Nee. Tante Gerry. Ik
kun je mij een beetje vertellen waar en hoe ik wat moet gaan doen? Anders weet ik het niet, want ik moet het wel ergens in december weer af hebben. En ik weet niet hoe. Nee, ik weet het niet. Nee. Nee. Bezielig. Ja. Nou ja. Dit is voor een heel goed doel. En dit ga ik hier ook opplakken als hij helemaal klaar is vanzelf. Ja. Dan wil ik hem hier opplakken. Dus het komt helemaal goed. Jup. Zo. Ik heb laatst dus namelijk een verordering. Nou ja, een waarschuwing. Ik weet even niet hoe ik dat moet noemen. Een verzoek. Een verzoek dat ik hier dus in het winkelcentrum dus niet meer mag filmen. Slash vloggen of wat dan ook. Of fotograferen. Maar er staat dus niks op en op de op en op de huisregels. Kijk, dat is leuk. Het staat er wel, maar er staat geen wetsartikel. Kijk, ze kunnen mij niks maken. Dat is leuk. Zo, hi. Ja. Dit is leuk. Ziet je haar nog goed? En hey, daar heb je ook een spiegel. We gaan nou naar beneden. Ja, wil ik dat? Wil ik naar beneden? Nee, maar dat is ook zo leuk. Dat het gewoon nergens op slaat. En mijn haar, dat zit ook nergens naar. Ga je in de lucht? Mag je filmen? En waar een camera hangt? Ja. Mag je de camera filmen? Ja. Dat is goed. Hallo allemaal, ben ik er? Ja, ik ben er. Ja, ik zit hier op de bank. Hoe doe ik dat? Ja, om er toch te zijn. Ik wil jullie wat laten zien. Ik heb het van meerdere mensen een vraag gekregen hoe je dus moet fotograferen. Ik bedoel filmen en fotograferen vanaf beide camera's kant. Nou, ik heb dus een Samsung Galaxy S7 Edge. Elke telefoon is dan wel anders. Maar als je dus hier op je camera drukt, dan heb je dus nou jezelf. Dus heb je dan hier je cameraatje. En heb je hier dus een foto, een knopje, dan kun je een foto maken. Kijk, 1, 2. Heb ik nou een foto gemaakt? Kan ik hier al mee filmen? Ja, hoi, kijk, ik ben nu mezelf weer aan het filmen met een vlogje. Ja. Dat is grappig. Hoi. Dat is leuk. Nou, dan doe ik alweer op, gewoon op stop. Maar dan heb ik hier ook nog een flitsgeschikje. Kijk, ook nog aanzetten. En uitzetten. Dan doe ik hem weer even op aan. Kijk, en dan kan ik ook gewoon weer filmen. Maar dan doet hij dus niks qua een flits aan. Dus dat hoeft dan ook niet. Doe ik hem weer uit. Met foto's gaan we een foto proberen te maken. Kijk. En dan doet hij hem dus weer wel. Dat is leuk. Maar dan gaan we hem nu dus de camera draaien. Dan zie je hier dus een heel klein mini cameraatje met pijltjes. Die drukken we in. Ja, in of op. Het is maar net wat je doet. En als je hem dus gewoon zo doet, dan heb je dus hier de andere camera van de voorzijde, of de achterzijde, hoe je het maar noemt. Dat is dus van deze kant, dus van de achterzijde, want dit is de voorzijde. Maar als je hem zo neerlegt, ja, dan is dit dus weer de voorzijde. Dus ja, ik vind het prima. En zo kun je dus ook gewoon weer foto's maken. En zo kun je dus ook weer filmen. Wat hij wel heel groot in één keer. Kijk, dan kunnen we inzoomen. En uitzoomen. Kun je ook gewoon met twee vingers hoor. Kijk. En dan kunnen we dus ook en met de pijltjes. Volgens mij niet. Niet vandaag. Nee, hebben we geen zin in. Even kijken. Moet ik even zoeken waar mijn knopje zit hoor. Geduld. Momento. Ook mijn telefoon doet even iets niet wat ik niet wil. Dus ik hou hem er even uit het houdertje. Nou, en dan doet hij het even niet wat ik wil. Doe ik hem even terug. Ja.
Maar als ik dus hier dus nu op het bliksemschikje klik, een paar keer, en ik ga dus filmen, dan heb ik wel dus veel licht aan de achterkant. En dan kan ik weer op stop. Maar even kijken, ik kan ook volgens mij, doe ik hem weer fout, wat ik niet moet doen. Als je dus vanaf de onderste knopje hier, aan de zijkant van je telefoon, en dan op fotomodus zet, kun je dus met de onderkant van het knopje een foto maken. Kijk. En dan doe ik hem eventjes op niet flitsen. En dan kun je dus ook gewoon foto maken. En je kan heel lang erin houden. Heb je ook continu opnames. Nou, ik hoop dat jullie hier alweer een hoop van hebben geleerd. Als ik te snel ga, graag eventjes een reactie hieronder. Want dit is ook voor mij even nieuw iets uitleggen. Maar hebben jullie er wat van geleerd? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En dan zeg ik dikke vette peace. En tot volgende week.